weet je. Dus niet iedereen kan hier zijn. En de mensen kiezen voor om rustig thuis te blijven. Aan of vanwege voetbal. Ik ga nu praten met Cedric Anijs van Avion. Hey Cedric, welkom in Rotterdam. Ja. Jij bent, wat ben je eigenlijk? Ben je eigenaar, directeur, bandleider van Avion Boys? Ik kan vele benamingen aangeven, ja? Maar ik zeg liever bandleider en zanger van Avion Boys. Maar die band is van jou? Zo kan je het zeggen, ja. Ja, ja. Ja, zo kan je het zeggen. Ik ben meer dan bandleider. Ja, ja. Ik zie van mij, van die oude formatie, ben jij nog met Bredeno? Ja, en nu Duncan. Duncan, laatste tijd Duncan weer. Ja, 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 mooi man. Ja. Hey, maar hoe gaat het met die band? Ik ga eerlijk zeggen, we hadden een tijdje een terugval. Maar we zijn nu weer op de weg terug. De weg omhoog hebben we hervonden. Oké, okay, mooi zo man. Hoe lang bestaan jullie, Avion Boys? Avion Boys is zeker meer dan 30 jaar. Yes, yes, ja, yes. Vanuit Suriname naar Nederland. Hey, maar hoe heb je het kunnen doen man? In Suriname als je aan top bent en in Nederland, kijk als je hier op Schouwburgplein staat, is het omdat je gewoon top bent in Nederland. Ja, 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 ja. Oh, ja. Feit ben je dat je dit top in zijn en dat je dit top daar ook toe? Ja, eigenlijk is gewoon, je moet denken van, als je in Nederland bent aangekomen, ja, is het wennen voor die mensen, snap je? Ja. Want je komt met je vibe vanuit Suriname en het is dan weer aanpassen aan het publiek in Nederland natuurlijk. Maar het is ons toch gelukt na een tijdje van, we waren zoekende kan je zeggen, ja, hebben we toch onze doorbraak kunnen maken in Nederland. Met vallen en opstaan natuurlijk. Nee man. Wat onze naam van de band, ja, ja, ook voorstelt. En nu hoor je, jullie behoren gewoon tot de top hier hè, van de absoluut, band in absoluut. Nederland. Ja, ja. Absoluut. Mooi zo man. Het vraag is in jullie Kitty Kotti. Ja. Jonas en Naboy, wat betekent in jullie voor jou? In jullie is sowieso, wat je zei, Kitty Kotti. De ketenen zijn gebroken. Ja. Dus dat betekent, het is, we herdenken op deze dag, ja, dat de slavernij in 1863 op 1 juli was afgeschaft. Ja. Ja. Oké, okay, dus dan. Maar wat zegt die dag aan voor jou? Wat betekent die dag voor jou? Wat het voor mij, dus hoe ja, ik het zie. Ja, hoe je. Kijk, natuurlijk. Ik was een leerling op school die vaak geschiedenislessen hield. Ja, ja. En natuurlijk moet je je verleden kennen. Om met die lessen vooruit te kijken in het leven. En om van die dingen die gebeurd zijn in het verleden iets te kunnen leren en zo. Dat je inspiratie neemt van wat er volledig fout is gegaan. En dat we nu onze kinderen leren om gewoon met hoofd, dus opgeheven hoofd, door het leven te gaan. Mooi zo man. De band Avion Boys, wat zijn de plannen van jullie komende maanden, zomer? We zitten al in ja, de zomer. Kijk, Avion Boys, ik denk dat we. Tournee? We gaan morgen naar de studio voor nieuwe muziek. Oké. Okay. Dus we gaan een 5 à 7 nummers proberen uit te brengen. Je hebt die nummers al? Ja, ongeveer ja. Hits. Geen nummers. Jij ja, brengt geen nummers uit. Jij brengt hits uit. Ja, het is de bedoeling dat ze een hit worden. Nou. Het ligt aan het publiek. Nee. Je of het in de smaak valt. Ja, nee. Ja. Je doet bescheiden, maar jij brengt eigenlijk ja, hits ja, uit. Geen nummers. Een opschepper. Nee. Normale bands brengen nummers uit. Jij brengt hits uit. Ik breng hits uit, ja. Hitlijst. Okay. Ja, 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 ja. Hebben jullie tour nog voor dit jaar? We hebben een optie voor september. Ja. Eind juli wordt de knoop doorhakt met de organisatie. Ja, voor Suriname? Ja, voor Suriname. Oké. Okay. Dat is een NL on top. NL dat on top. Is de bedoeling. Dus je hebt Su on top. Ja, maar gisteren dan heb je daar opgetreden. Ja, 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 in ja. Beverwijk. Beverwijk. Ja, en dan ja, willen ze het naar Paris-Centre dus brengen. Top. Ja. Oké. Okay. Dus een paar topbangers van Nederland. Oh, dat is de bedoeling van die organisatie. Ja. Om het in flamboyant te gaan doen. Okay. Eind september. Mooi zo. Goed, ja, man. En oktober ja, mm-hmm, is het ook de bedoeling dat we naar Spanje gaan, Lolette de Mar. Ja, ja. Gaan en jullie ja, vaak, toch? Ja, 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 ja. En ja, december dan ja, is het WK. Oh? Het is geen WK-voetbal. Ja. Nee. Maar Suriname. WK, ja. Ja, ja. Oké, okay, standaard. Ja. En jullie trainen ook vaak niet alleen in Nederland, maar ook België. Frankrijk. Ja. Ja? Ja. Sinds wanneer is Teranam Poco populair in ja, Frankrijk? Ja, je moet denken van de Surinamers hebben, ze waren al in Frankrijk via de
het oosten van Suriname. Ja, ja, ja. Marina, Albina, Saint-Laurent, Kourou, die naar Parijs zijn vertrokken. Dus Frankrijk was sowieso al een bestemming voor ons. Ja, maar België. Frankrijk, Frankrijk doen we meestal Roubaix, Reims, Le Mans, Bordeaux, New York, Poitiers. Hebben we ook opgetreden. Ik ken die steden. Nee, en Rennes. Rennes hebben we ook opgetreden. Ja, joh. Ja. Frankrijk. We hebben veel plaatsen. Frankrijk is al vaak gegaan. Ja. We zijn vaak in Frankrijk geweest. Zo. Meestal in Reims. Ja. Maar ook Bordeaux. Ja, ja, ja. Dat is lang, lang rijden. Okay. Ja, maar Frankrijk, daar komen we vaak. Ja, dat zie ik. Ik zie soms vliegen. Komen we vaak. En België vooral ook. Laatst waren we ook in Chalon. Ja, België. Ja, ja. België is... België, ook België is nu net als Paramaribo en komen we in voor ons. Wanneer ben je weer in Rotterdam? Het is, je bent vaak in Rotterdam. Ik ben vaak in Rotterdam. Ja, ja. Ik was zaterdag nog in Rotterdam. Ja. Vandaag weer. Ja, ja. Dus Rotterdam is... Ja. Is die ja. Waar is de basis van Avion? Welke stad? Wat Amsterdam. Amsterdam. Amsterdam is de basis. Oké, okay. Ik hoor Almere. Klopt niet. Ja, Almere zijn we ook. Ja. Maar omdat Almere zijn veel ex-Amsterdammers. Ja. Dus we zijn vaak daar, maar het blijft toch Amsterdam. Maar... Maar waar woon jij zelf? Ja, ik ben van Almere. Oké, okay. Nee, ja. Iemand zei of your boys is van Almere. Nee, nee, nee. Nee, dat klopt niet. Nee, de maar meeste dat mensen. Wel, want, ja, ik woon daar. Maar de meeste, het gros van de band moet in Amsterdam. Waar oefenen jullie? We oefenen in Amsterdam. Oh, okay. Wees af en toe. Dan zei jullie echt, oké. Okay. Maar Amsterdam. Mooi zo. Hé, hey, Alex, ik wil je bedanken. Misschien heb je nog niets. Ja, ik wil iedereen vanuit Ragustan vaste hier, de totale samenleving, een fijne kitty-kotty wensen. En blijven jullie Avion Boys volgen. En abonneren jullie ook op ons YouTube-kanaal. Avion Boys. Officieel. Oké. Okay. Dankjewel. Dat was de leider. En de mensen zeggen eigenaar van ja. Avion Boys. Cedric Anijs. Jullie ook bedankt. Radio Staan Vaste. Dat is ons werk. Dankjewel. Voor de occasie. Ja, dankjewel. Ja? Okay. Nou, ze hebben net de zaal hier, niet de zaal. Het plein hier hebben ze plat gespeeld. Avion Boys. Het is een hele bekende band. Vooral onder de jongeren. Van Surinaamse komaf zijn ze echt Avion Boys. Dat is een band die heel bekend is bij jong Surinamers en mensen die Surinaamse muziek volgen. Zijn allemaal fans van Avion Boys. En dan sta je ook niet hier op het podium.